Yo mensen, vandaag weer een gloednieuwe bouwupdate. We gaan zo naar Symbolica, dus let's go. Bouwupdate Symbolica. Zoals je daar kan zien, hebben ze een of andere gekke muur gemaakt of zo. Ik weet niet, dat is nieuw. En ze hebben daar ook nog een rand met allemaal van die gewapend betonrekken. Dus daar gaan ze waarschijnlijk betonnen muren storten voor ondersteuning of zo. Want anders, ja, wat zou anders zo zwaar zijn? Maar voor de rest is er niet heel veel nieuw eigenlijk. De opslag is nog steeds helemaal niks veranderd. Ja, ik weet ook niet waarom ze daar niks mee doen, maar ja, het zal wel. Waarschijnlijk gaan ze daar pas iets mee doen als echte bouwmaterialen gekomen zijn eigenlijk. De bouwhutten die gaan aan de bovenkant een beetje verkleuren door alle regen en alle algen en al die zooi wat allemaal groeit daarop. En hier is de bouwplaats en je ziet het, die dopjes of hoe het ook heet, ja, dat was gewoon, daar hebben ze nou een stuk uitgegraven en waarschijnlijk wordt daar een muur of zo. En hier zo hebben ze al een hele, ja, zo groot wordt zeg maar gewoon de hele attractie daar zo waar die mensen slopen. Dus je ziet al zo'n hele rij zeg maar, zo'n hele rand. Ze hebben ook gezegd dat het karretje ook iets in de hoogte iets erin gaat. Misschien komt dat hier, ik weet dat niet zeker, want dit is beton en dat moet dan veel gewicht hebben en een lift. Ja, dat is wel heel zwaar, dus heel misschien is dat zo. En je ziet daar zo'n leiding lopen, dat is ook nieuw, geen idee waarvoor. Waarschijnlijk afvoer van water of zo, of stroom. Heel mooi allemaal. Nou mensen, dit was de bouwupdate. X liken, X abonneren en dan check ik jullie later. Houdoe.